Nou, een dodelijke steekpartij vanochtend vroeg op het stationsplein in Eindhoven. Een man uit Eindhoven stak daar een Rotterdammer neer. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later vandaag aan zijn verwondingen overleed. De politie kreeg rond 4:15 vanochtend de melding over de steekpartij binnen. Op het stationsplein vonden zij de man uit Rotterdam met meerdere steekwonden. Het slachtoffer werd nog aan zijn verwondingen geholpen, maar dat mocht niet meer baten. De dader sloeg op de vlucht. Hij werd vanmiddag rond 2:00 op het Wilhelminaplein in Eindhoven aangehouden. Wat de reden van de steekpartij is, is nog onduidelijk. Wel zegt de politie dat de mannen bekenden van elkaar waren. Het stationsplein was tot later in de middag afgesloten voor technisch onderzoek.